als we weggaan, dan zeggen we altijd, gaan we links of gaan we rechts? Ja. En dan maken we op dat moment de keuze. Nou, en dat was dit jaar ook zo. Dus toen werd de keuze Noord-Holland. En toen zijn we dus via Haarlem, Sparendam, Nauwenaarse Vaart, De Rijp, Broek op Lange Dijk en nu hier. Ik heb de tijd aan mezelf, dus dan kan ik gewoon doen wat ik wil. En dan zo even kijken. Begin juli zijn we gaan varen. Gaat dit op de tv? Nee, we hadden wel een plan om te gaan hier en daarheen te gaan. Meestal zouden we eerst naar Hargen gaan. Maar omdat het niet zo mooi weer is, zijn we hier beland. Maar hier kom ik al dik 45 jaar zeker. Nieuw-Nieuwdorp. Ja. Nee, waar het leuk is, stoppen we. Iedere plek is mooi. En zomerdag is een boerensloot leuk, hè? Wij staan 's morgens op met het idee van, nou, waar zullen we vandaag weer eens heen gaan? En dan kijken we op de kaart en dan plannen we in de regel een plek die niet verder weg is als zeg maar 2 uur of 3 uur varen. Want we willen op tijd aankomen op de plek om nog de rest van de dag nog even op de plek van het plekje genieten. Of, ja. En het is ook zo dat hoe later op de dag, hoe gauwer de plek bezet is. Dus het zoeken naar plaatsen beperk je daar ook mee. En, dit keer hebben we voor Noord-Holland gekozen, maar ja, het verleden jaar zijn we eerst even naar Urk gevaren en vanaf Urk de Randmeer zo gepakt. Dat is ook altijd hartstikke leuk. Nou, meestal voor een paar weken, een week of 2, 3. Langer kan niet, want dan wil ze liever weer even naar huis toe, de dame.